Je hebt ook dit jaar jouw nieuwe album gereleased, Rock Ain't Dead. Ja. It just smells funny. Hoe zijn de reacties daarop? Zeer positief. Ja, zeker bij onze fanbase is iedereen wild enthousiast en de cd verkoopt eigenlijk vrij goed ook. Toch zeker na vanavond dat het niet echt gedistribueerd geweest is en zo. Ook op de streaming services gaat het eigenlijk vrij goed. Dus ik denk dat we wel, een behoorlijk resultaat gehaald hebben. Ja. Het was na jaren stilte dat jij komt met een nieuw album. Ja. Heb je dan niet iets meer spanning om het los te laten op publiek? Ik had een heel grote behoefte om een rockplaat terug te maken. Ik heb zo solo, heb ik meer singer-songwriter dingen gedaan. In de tijd ook Dreaming for Days was een album dat een beetje meer akoestisch getint was. En dat dan ook met de allereerste jaargang van Liefde voor Muziek te maken had. Dus dat was zo'n beetje een andere kant uit. En nu was de goesting er om terug een rockplaat te maken. En dat heb ik toch wel bij het publiek gemerkt dat zeer geapprecieerd wordt. De nummers live bijvoorbeeld werken ook allemaal zeer goed in de live set. We spelen vrij veel van de nieuwe cd. En je merkt dat die liedjes ook zeer rechtstreeks zijn. Dat die direct ook ambiance maken. En dat de mensen ook zeer rechtstreeks er gaan op reageren. Dus ik denk dat het een heel fijne plaat geworden is.